Het gebouw van speeltuin De Vijfhoven aan de Hoflaan in Leiden stond kort na de jaarwisseling in lichterlaaien. Een ooggetuige meldde dat er een vuurwerkbom was afgestoken waarna het gebouw in brand stond. De brandweer hield de naastgelegen peuterspeelzaal en tegenovergelegen school nat om te voorkomen dat het vuur oversloeg. De grote brand was van ver te zien. Rond 1 uur was de brandweer bezig met nablussen. Het buurthuis is tot de grond afgebrand. Ja, rond de klok van 9:30 hebben een aantal sporters het levenloze meisje aangetroffen. Direct zijn wij ter plaatse gegaan, hebben de boel afgezet en zijn een onderzoek gestart middels een team grootschalige opsporing. En in de loop van de middag hebben we een 32-jarige man uit Leiden aangehouden. Hoe bent u zo snel bij hem terechtgekomen? Nou, het onderzoek is voortvarend van start gegaan. We hebben een aantal mensen gesproken, getuigen gesproken. We hadden voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat deze meneer konden aanmerken als verdachte. Na overleg met de officier van justitie hebben we hem weten aan te houden. U zei, er is met getuigen gesproken. Hebben die getuigen hem ook echt aangewezen dan? Nou, we zijn direct een onderzoek gestart en we hebben met getuigen gesproken. Er waren voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat dit wellicht de verdachte is. En daarop hebben we hem aangehouden. Wij horen daar in de buurt dat het meisje rechtop tegen een boom aan zat. Wat kunt u daarover zeggen? Nou, daar kan ik op dit moment niks over zeggen. Hangt het onderzoek. Dat is ook een onderzoeksvraag hoe zij daar is terechtgekomen. En daarom ook willen wij graag een oproep doen. Mensen die mogelijk iets bijzonders is opgevallen tussen donderdagavond 30 december en vrijdagochtend 31 december. Iets bijzonders in de zin van dat ze rare bewegingen bijvoorbeeld hebben gezien aan die Melchior Treuplaan in dat sportparkje daar. Ja, dat klopt. We willen heel graag met mensen contact komen die daar wellicht iets bijzonders is opgevallen. Iets bijzonders hebben gezien en die wellicht met ons in contact willen komen. Kunt u iets meer zeggen nog over de verdachte? Want hij is een man van 32 uit Leiden, maar wij horen dat het een redelijk bekende turnleraar is. Kunt u daar iets over zeggen? Nou, het betreft een 32-jarige man uit Leiden. Meer informatie kunnen we op dit moment niet delen. Wat we wel kunnen zeggen is dat hij in alle beperkingen zit. Dus alleen maar contact mag hebben met zijn advocaat. En deze meneer wordt vanmiddag voorgeleid voor een rechtercommissaris. In een woning op de derde etage van een flat aan de Tine van Detstraat in de Leidse Stevenshof heeft zondagochtend een uitslaande brand gewoed. De brand brak even na 9:45 ochtends uit, waarna het portiek vol rook kwam te staan. De onderste 4 verdiepingen van de flat zijn ontruimd. Vanwege de rookontwikkeling is de brandweer met meerdere eenheden ter plaatse gekomen en werd opgeschaald tot grote brand. Volgens de brandweer ging het om een brand in de keuken van de woning. Een deel van de flatbewoners is op eigen beweging naar buiten gegaan. Tijdens het blussen van de brand was een groot deel van de nabijgelegen Stevenshofdreef afgesloten voor auto's. Wat ging er door u heen toen u hoorde dat dit aan de hand was? Ja, dat is dramatisch. Een sportbestuurder in zijn vrije tijd die op zondagavond gebeld wordt en dan dit nieuws krijgt. Dat is natuurlijk, daar zit je. Dat is het laatste wat je wil, ook als verantwoordelijke van een club, om dit te horen. En dat maakt het extra verdrietig en ook zeker toch voor de nabestaanden dat je, dat ze onderdeel was van onze club. Maar wat ik al zei, het was nog maar zeer kort, maar ik herhaal, dat maakte het verdriet en verlies niet minder ernstig. Wat doet het met de club, met de leden en iedereen die eraan vast zit? Ja, zeker ook toch de jonge leeftijd van Esme, vol in het leven, enthousiast, betrokken. En als ze ook de lessen van Ginsportleiden wil volgen, was natuurlijk heel fijn. Maar ja, als ze op deze manier dat ze is komen te overlijden, ja, dat wordt toch geassocieerd met jonge leeftijd die we ook veel mensen binnen de club hebben. Dus dat, wat ik al zei, dat slaat in als een bom. De elektrische fiets van de vrijdag om het leven gebrachte Esme Kortekaas is gisteravond gevonden in de Van Riebeekhof in Leiden-Noord. Er kwamen bij de politie veel tips binnen, mede naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht, waarin aandacht voor de zaak was. De dienst Forensische Opsporing van de politie heeft de fiets meegenomen voor verder onderzoek. De politie wil nu vooral weten wie de fiets daar heeft neergezet en vraagt iedereen met informatie om contact op te nemen.